Het is alweer 2024. De tijd gaat enorm snel. Om het jaar goed te beginnen dacht ik, laat ik even een video maken waarin ik terugblik op het afgelopen jaar, wat mijn hoogtepunten waren en hoe ik naar het nieuwe jaar kijk. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik allemaal te vertellen heb, kijk dan vooral verder. In 2023 begon ik met een housewarming, want mijn vriend en ik woonden toen een paar maanden in ons appartement en dat wilden we graag vieren met een housewarming. Dus we hadden wat vrienden over de vloer en in januari had ik ook mijn laatste maand bij mijn huidige werk op dat moment, want ik was na het afstuderen, want in 2022 ben ik afgestudeerd, ben ik blijven hangen bij mijn stagebedrijf. Daar heb ik even voor ongeveer een half jaar gewerkt. En in januari besloot ik om dat bedrijf te gaan verlaten. Maar voordat ik begon met een nieuwe baan, had ik eerst een maandje vrij. En in dat maandje ben ik voor een aantal dagjes samen met een vriendinnetje naar Parijs geweest. En Parijs is een van mijn favoriete steden. Ik voel me daar gewoon heel erg op mijn plek, heel erg op mijn gemak. Ik vind het ook heel erg mooi. Dat waren een aantal fijne dagen. In maart begon ik met mijn nieuwe baan. Ik begon bij een sapjesbedrijf te werken als marketing en content specialist. Voorheen werkte ik bij een interieurbedrijf. Daar heb ik verschillende dingen mogen uitvoeren. Ik heb content gecreëerd. Ik heb op twee evenementen gestaan. Ja, en mijn werk was echt wel hetgene wat mij dagelijks bezig hield. De afgelopen maand had ik ook redelijk veel tijd besteed aan het sporten. Niet enorm veel, maar ik probeerde wel regelmatig naar de sportschool te gaan. En ik hoop dat ook in het nieuwe jaar weer verder op te pakken. Ik moet zeggen, het was niet helemaal mijn fit girl era. Maar ik probeerde wel gewoon consistent te blijven. Dan had ik ook regelmatig date momenten met mijn vriend. Want quality time is wel echt mijn love language. Over quality time gesproken. In juli waren we samen naar Barcelona geweest. We hadden een city trip. Maar dat hadden we ook gecombineerd met een bruiloft. Of nou ja, andersom. We gingen voor een bruiloft naar Barcelona. En we deden ook daarnaast allemaal andere activiteiten. Ook ben ik afgelopen jaar naar twee concerten geweest. Ik ben niet zo'n hele grote concertliefhebber. Tenzij het op een kleine locatie bevindt. Want ik vind dat zoveel intiemer en leuker. Dan heb ik voor mijn doen iets heel impulsief gedaan. Ik heb namelijk de dag voor mijn verjaardag spontaan een tattoo laten zetten. Een vriend van mij en zijn vriendin hadden een pop-up locatie. En ik ging langs en ik nam me heel spontaan een tattoo. En tot de dag van vandaag ben ik er heel erg blij mee. En over mijn verjaardag gesproken, ik had een aantal van mijn vriendinnen uitgenodigd om langs te komen. En ik had een soort van creatieve middag georganiseerd waarbij we gingen schilderen. Ik had zoiets nog nooit gedaan en ik wilde dat heel graag doen met een klein clubje. Dus dat was mijn 25e verjaardag. En dan misschien wel mijn grootste hoogtepunt van afgelopen jaar is Milo. In juni hadden we hem ontmoet toen hij echt zo inimini was. En het was zo'n bijzonder moment, want ik had nooit een puppynestje in het echt gezien. En een maand later mochten we hem ophalen. Dus een paar dagen na mijn verjaardag hadden we Milo in huis. En dat was zo'n bijzonder moment. En ik moet zeggen, de maanden daarna, dus vanaf het moment dat we Milo thuis hadden tot eigenlijk de dag van vandaag, is het heel erg intensief. En het was ook heel erg wennen om dogmama te worden. Want ja, ik heb nog nooit in mijn leven een hond gehad. Ik had me wel ingelezen. Ik heb ook heel veel rondgevraagd bij andere hondeneigenaren. Maar in de realiteit ervaar je het toch weer anders. En leer je ook weer nieuwe dingen. Dus het is heel erg leuk. Maar wel intensief moet ik zeggen. En ja, die maanden stonden gewoon echt in het teken van Milo. Milo opvoeden. Nog steeds staat mijn leven gewoon in het teken van hem. En dat vind ik totaal niet erg. Maar het vereist gewoon heel veel tijd en energie en heel veel liefde. Dan ben ik na de zomer weer van baan verwisseld. De plek waar ik werkte was toch niet helemaal mijn plek. Ik kon er niet heel veel voldoening uit halen. Ik ben altijd een persoon geweest die gewoon doorzet en niet klaagt om de kleinste dingetjes. Maar ik merkte gewoon heel erg dat ik naar mijn onderbuikgevoel moest luisteren. En die vertelde mij dat ik het beste voor iets anders moest gaan. Dus ik koos ervoor om te stoppen en ergens anders te gaan werken. En inmiddels werk ik nu
als marketing- en communicatiemanager bij een restaurant en hotel. Het leuke is dat mijn vriend Richie daar ook werkt. Daarvan ken ik het bedrijf ook en ik heb voorheen ook al freelance werk voor dat bedrijf gedaan. En het is gewoon een hele fijne plek en Milo mag ook af en toe mee. Dat is ook wel heel erg prettig. Ik merk gewoon dat ik heel erg op zoek was naar een baan waar ik goed mijn privé- en werkleven in balans kon houden. En voor nu is het helemaal prima. En in het najaar van 2023 is er vrij weinig bijzonders in mijn leven gebeurd. Ik heb een kleine citytrip gemaakt naar Valencia met een vriendinnetje. Dat was overigens ook heel erg fijn. Het was midden november. En het was echt een hele goede timing om eventjes daar naartoe te gaan. En in december ben ik tante geworden. Dus het was een bijzonder jaar. En iets waar ik ook wel echt trots op ben, wat ik het afgelopen jaar heb meegemaakt, is dat ik langzamerhand mijn auto-angst aan het overwinnen ben. Want 6 jaar geleden alweer, heb ik mijn rijbewijs gehaald. En sindsdien heb ik eigenlijk niet veel gereden. Ik had mijn rijbewijs gehaald omdat ik toen een tussenjaar had. En toen had ik alle tijd van de wereld. En toen dacht ik, weet je, ik doe het gewoon nu, want anders stel ik het misschien uit. Maar op dat moment had ik ook niet echt een auto nodig. Had ik ook eigenlijk niet echt de behoefte om te rijden. Maar nu dat we Milo hebben, merken we wel dat het enorm fijn is om een auto te hebben. Je bent wat flexibeler. In de stad is dat niet per se nodig, want ik woon in Amsterdam. Maar als we ergens naartoe willen buiten Amsterdam, is het wel wat praktischer. Als ik me goed herinner, hadden we ergens einde zomer een proefrit gemaakt in een auto. En daar ben ik wel heel erg trots op dat ik zelf ook achter het stuur heb gezeten. Ik vond het echt onwijs eng, maar ik heb het tenminste gedaan. Dus dat is stap 1. En nu wachten we totdat de auto beschikbaar is. En we hebben hem dus zeg maar al aangeschaft, want het is een lease auto. Alleen moeten wachten totdat we hem eindelijk hebben. Dus dat zal ergens in de aankomende maanden komen. Dus dan gaan we mijn angst overwinnen. Dan gaan we het even hebben over 2024. Ik ben niet specifiek een persoon die echt voor goede voornemens gaat. Ik ben er wel mee bezig, maar ik zie het meer als doelen voor het jaar. Dingen waar ik mee bezig wil zijn. En niet dat ik per se denk van, oh, het is 1 januari, dit is de dag om te beginnen. Het is gewoon iets waar ik me mee bezig wil houden. Het is sowieso voor mij een traditie om jaarlijks, eind van het jaar, dingen op te gaan schrijven wat ik graag in het nieuwe jaar wil. En soms vul ik dat gedurende het jaar ook nog aan. Ik heb dat gedaan en ik heb ook een vision board gemaakt. Ik maak er altijd eentje zodat ik die kan gebruiken als achtergrond van mijn telefoon. Heb ik vorig jaar ook gedaan. Alleen was ik er niet heel erg specifiek mee. En ik probeer er nu iets specifieker in te zijn. Het is ook een proces die je voor jezelf een beetje moet ondervinden en kijken wat voor jou het beste werkt. Wat ik sowieso dit jaar wil is van mijn rijangst afkomen. Ik wil met heel veel zelfvertrouwen achter het stuur durven te zitten en verschillende plekken bezoeken met de auto. Dan wil ik zo gezond mogelijk leven. Ik was daar al mee bezig. Ik ben zo'n persoon die altijd een beetje gebalanceerd leeft. Ik hou ervan om te genieten, hou ervan om te snacken. Maar ik vind het ook belangrijk om mezelf te voeden met voedzame ingrediënten. Dan wil ik beter voor mijn huid zorgen. Ik merk dat ik altijd wel bezig ben met skincare en zo. Maar ik wil gewoon voor mezelf een natural glowy look hebben. En eigenlijk zo min mogelijk make-up gebruiken. Dan wil ik verzorgde nagels. Was daar vorig jaar al een klein beetje mee bezig. Maar uiteindelijk had ik constant voor de makkelijke weg gekozen. En gebruikte ik nepnagels. De uitstraling ervan vind ik helemaal geweldig. Alleen het is niet zo goed voor mijn nagels. Dus mijn doel is om van mezelf goede, mooie, sterke nagels te hebben. Dan wil ik proberen om op dagelijks basis te gaan lezen. Ik heb echt al maanden een boek naast mijn bed liggen. Maar ik pak hem nooit. En ik weet dat ik het heel fijn vind om een audioboek te combineren met een fysiek boek. Dus dat het eigenlijk voor me voorgelezen wordt. Dus ik ga met mezelf proberen af te spreken om dagelijks een aantal minuutjes te lezen. Al zijn het maar een paar bladzijden, dus beter iets dan niets. De dingen die op mijn vision board staan gaan voornamelijk over uiterlijke en inwendige verzorging. En hoe ik mijn leven een klein beetje wil zien. Maar ik vind het wel lastig om op werk- en carrièregebied dat te visualiseren, omdat ik niet zo goed weet wat ik nog wil. Maar dat is wel iets wat ik dit jaar voor mezelf wat duidelijker wil gaan krijgen. Van wat wil ik nou met mijn carrière? Wat wil ik nou met mijn leven? Dat gewoon een beetje het dingetje is wat ik dit jaar wil gaan
ondervinden. En met mijn doelen en mijn wensen en manifestaties. Ik ben eigenlijk een persoon die het een beetje stil wil houden, voor mezelf wil houden. Want ik heb zo'n gevoel als ik het te hard in de wereld gooi, zeg maar, tegen iedereen vertel, dat er een blokkade komt of dat het nooit gaat lukken. Dus, maar aan de andere kant, het werkt wel zo. Door erin te geloven, door ermee bezig te zijn, kunnen al je dromen waarkomen. Maar wat voor mij een beetje mijn issue is, ik vind het gewoon heel moeilijk om specifiek te zijn. Ik ben alweer te algemeen. Maar het is een proces, het is een leerproces die we aangaan en uiteindelijk komt het wel goed. En wat ik ook op mijn vision board heb gezet is, everything works out for me. En daar gaan we ook voor. 2024 wordt een goed jaar. En dan iets wat ik niet heel specifiek op mijn vision board heb gezet. Maar ja, een soort van wel. Ik heb wel wat afbeeldingen die daarmee te maken hebben. Maar ik wil dit jaar weer heel erg actief zijn op social media. Afgelopen periode was het steeds half-half. Ik ben er natuurlijk ook even tussenuit geweest op YouTube. Want ik voelde hem niet zo en ik had het gevoel de hele tijd dat ik een beetje stil stond met al mijn social media platformen, dat ik niet groeide. Nu ik mezelf zo hard op hoor praten, ben ik de hele tijd al gewoon aan het manifesteren geweest dat het stabiel bleef. Want ik groeide niet, ik ontwikkelde mezelf niet en ik ben zo'n persoon die altijd wel content is met hetgene dat ze heeft, want ik ga niet lopen zeuren dat ik het niet goed heb of dat ik niet tevreden ben met hoe dingen lopen. Ja, ik had een keer mijn groeispurt op social media. Ik had opeens zoveel abonnees. Het groeide en groeide maar. En op een gegeven moment was het stabiel. En ik moet zeggen, op dat moment was ik content mee. En ik ben er ook nog steeds content mee. Maar dus ik wil en ik ga dit jaar meer aandacht besteden aan mijn social media platformen. Ook omdat het echt mijn creatieve uitlaatklep is. En ik zou het heel erg leuk vinden als ik erop groei. Dat ik in aantal volgers groei. Dat ik in aantal weergaves groei. Dat ik meer mensen met mijn content kan bereiken. Ik denk dat dat een betere insteek is. Als het ook echt vanuit mezelf en vanuit mijn hart komt. Dan dat ik gewoon even doelloos zeg, hey, ik wil heel veel volgers hebben. Nee, ik zou het gewoon heel leuk vinden wanneer ik meer mensen kan inspireren. Dus bij deze zal ik weer met heel veel plezier content gaan maken. Voor nu laat ik het even hierbij. Ik hoop dat je, net zoals ik, heel veel zin hebt in het nieuwe jaar. Ik kijk er gewoon naar uit hoeveel leuke, mooie, interessante, leerzame momenten op mijn pad gaan komen. En ik wens jou ook het allerbeste toe. En hopelijk zie ik je weer bij een nieuwe video. Doei!